mag ik een heel groot applaus voor Diane Valkenburg! Diane, ik weet dat jij van het ijs van Tialf houdt, maar toch niet om op je knieën op te liggen, wel? Nee, ik schaats er liever overheen. Ik val zo min niet zo graag, zeg maar. Dat had ik eigenlijk ook niet willen doen. Valpartij, laatste. Afstand. Ja, klopt. Ja, heel erg balen. De 5 ging echt heel lekker. Ik had al 3 goede afstanden gereden en dan heb je nog 1 goede afstand nodig om het toernooi goed af te sluiten. En daar was ik echt heel goed op weg en ik lag zo goed op koers. En ja, in de laatste ronde onderuit. En ja, zo snel mogelijk opgestaan en naar finish gereden om te redden wat het te redden was. En ja, uiteindelijk bleek het nog goed voor een derde plek, dus daar kom ik heel goed mee weg. Ja, want je, volgens mij leek je heel verbaasd dat je viel. Ja, ik was heel verbaasd. Ik had geen idee wat er gebeurde. Ik zag nu net dat mijn linker schaats wegschoot, waardoor weet ik ook niet. Maar ja, dan raak je uit balans en dan ik kon mezelf niet meer overeind houden. En dan ga je onderuit. Dus ik was echt enorm verbaasd, want het lag echt niet... Niet in de verwachting of zo. Het ging gewoon hartstikke goed. Ik hoefde alleen nog naar de finish te rijden. Dus dat was heel onverwacht en ik baalde er enorm van. Ja, want gisteren had ik jou niet op nummer 1 staan. Ik had jou niet op mijn lijstje staan als nummer 1. Nee, ja, ik had zelf geen lijstje gemaakt van tevoren. Het is altijd moeilijk voorspellen. Ik denk nooit zo'n resultaat. Ik denk alleen een goede race rijden. Toen eindigde je op nummer 1, maar ik had je vandaag op nummer 2 staan. Hoe voelt dat om nu derde te zijn? Ja, het is wel balen, want door die val heb ik wel mijn tweede plek laten schieten. En waar ik anders wel gewoon op had blijven staan. Dus dat is heel zonde. Dat je nu daardoor een plek verspilt. En ja, natuurlijk, als je over had kunnen doen, dan doe je het over en dan blijf je staan. En dan rij je naar de tweede plek. Maar ja, het is eenmaal gebeurd. En dan moet ik tevreden zijn met een derde plek. En ik ben heel blij dat ik nu wel naar het Europees kampioenschap kan. Ja, want is dat zeker? Ja, volgens mij wel. Je zegt het niet vol overgave. Nou, ik had net al de felicitaties van de bondscoach gehad, dus de officiële uitspraak moet nog komen. Maar volgens mij ben ik erbij tijdens het EK. Wij vertrekken al heel snel, morgen weer richting Italië. En daar schaatsen we dan over 1,5 week het Europees kampioenschap. Heel veel zin in. Brengt het niet een beetje spanning voor je mee van, hey, als ik zomaar uit het niets kan vallen, dan angst? Nee, helemaal niet. Kijk, voorpartijen horen er eenmaal bij en die moet je gewoon zo min mogelijk hebben. En ja, ik heb hem nu gehad en heb ik het volgende toernooi niet. Ik zorg gewoon dat ik dan blijf staan. Op naar het EK. Ja, dankjewel.